Nee, Leet, dat gaat het niet meer, mooie. Sinds wanneer ga je blafverlof, Leet? Dat zegt uit je bek, want dat is echt heel hard, hoor. Ja, en de klas is aan het kijken. Ja, boven, ja, is leuk, man. Stil. Nee, lekker laten gaan. Laat gaan, niet stil. Nee, hè? Gewoon lekker blaffen, hè? Ja, hè? Ja, hè? Ja. Ik zweer het, hoor. Die stik, ja, die gaat er straks inleggen. Ik heb dan op diep zoals. Ja, nou, lekker toch? Straks moeten we gewoon een container met zand halen hiervoor om de gaven te vullen. Ga jij stiekem op de andere kant. Wordt ze. Nee, maar degene van gisteren die ligt. Ja, dat weet ik, I know. Die ligt daar al zo lang. Ja? Heel lang. Oh, dat weet ik niet. Ja. Hey, ik zit hier pas. Ja, dat weet ik. No, kusjes geven! Kusjes geven! Kusjes geven aan Lovely, hè? Kom maar. Kijk, ga even. Niet bij haar, om gewoon even. Ja, dat maakt niet uit. Oeh, ja! Nee, achterleden, ja. Papa en mama, hoor, en de kids. Ja. Hé, hey, Lof! Yeah! Wel ja, joh. Wel ja, joh. Nee! Kom. Jullie maken al kuilen lekker genoeg. Haha. Ja, ik weet dat ik niet aan het einde mag. Hier heb ik die maar daar. Gesenswitst. Daar worden jullie moe van, hè? Maar ze daagt er zelf uit, hè? Nee. Maar je merkt ook dat Beauty de leider is, zeg maar. Die is even remmen achter mij aan. En Lof is echt een soepel. Hij staat echt gewoon als een gekke... Hier! Ta-ta-ta. Zo, mooi. Kijk, en dat vind ik mooi wat hij nu doet. Dat hij echt zegt van, oké, ik ga liggen. Uitkijken! Uitkijken! Ja, maar daar is ook al dit. En dit gaat er ook al af en toe heftig aan toe, hoor, met hun, die twee. Ik zie je heup niet net van naar beneden gek. Lovely en die doet Tijna blaffen. Yep. Maar dat zei ik toch, dat is gewoon echt gewoon een soort van tweeling nu geworden. Dat is toch een soort van hoe hij is. Pak hem maar gewoon, Biel, echt waar. Je hebt gewoon twee lippen en een oor. Joei! Joei! Lief. Nee, maar dit bedoel ik, goed dat je poot erin, hè? Ja, nou, hè? Nee, ja. Lovely, dat doe je anders nooit. Kutte kop. Nou, klaar, kom, lopen. Kom. Lopen. Nee, hoor je nou moe van, hè? Van... Goedemiddag allemaal. Nou ja, nee, niet. Even. Goedemorgen allemaal. Welkom weer bij deze gloednieuwe vlog. Wij zijn Karin en Roderick. Roderick en Karin, ja, dat zijn wij. Het is vandaag donderdag 14 december 2023. En het is nu bijna 11:30, zoals je kan zien op de klok. Ik sta op het punt om weg te gaan. Ik ga deze even vullen met water en ijs. Voor lekker in het zwembad. En dan zien jullie mij straks wel weer verschijnen. Dus wij wensen jullie gewoon heel veel kijkplezier bij deze gloednieuwe vlog. We zijn dus nu lekker bij het zwembad aangekomen. Kijk, deze kanjer is er ook weer bij. En ik ben er ook weer bij. Ja, hoe toevallig. Want ja, er moet toch echt gereden worden. En ik wil altijd heel graag liever zelf rijden. Dus ja, dus dat. Dus wij gaan dus nu lekker naar binnen. En ik berg jullie lekker op. Dus tot straks. Ja, want dan zit ik dan in het ziekenhuis. In mijn afdeling. Jee. Yeah. Nu kan ik mijn auto zien. Ja, ik kan mijn auto zien vanaf hier. En ik kan jouw auto ook zien vanaf hier. Ja. Ja. Dat is leuk, man. Ja. Ja. Maar ik heb hier wel een leuke stoel. Dat wel. Dat dan weer. Kan ik er niet. Kijk.
kast om dingen. Kijk. Vervelend, maar nee. Wat reuze mee. Nou, dat is een dit en dat. Dat is gewoon wat leuk. Dan zit dat in. Oh, daar is. Nou, ja. Aan de kant. Iets meer uit te kijken. Allemaal leuke dingetjes. Leuk. Kijk, allemaal. Allemaal. Ik kan zelfs omhoog. Alles wat ik wil. Nee, die is niet handig. Ik kan ze niet doen. Ik kan helemaal gaan liggen. Dat is niet handig. Zo. Dat geluid ook. Hm? Dat geluid. Leuk man. Ik slaap er zo bij. Ja, zo. Ja, maar zo is het wel beter voor ze. Zo meteen. Dus ik ga die kussen niet te hoog aan. Zakken. Nee, dit ding is gewoon hard, want je zit er wel op, maar het is niet dat je er echt zomaar in ligt of zo. Zo, dus jullie gaan het zo meteen zien. Alleen, je mag haar niet filmen, dat is het enige. Nee, dat weet ik wel, maar ik bedoel meer van... Ja, dat is een dagboek, hè, voor mij. Dat is gewoon mijn dagboek. We kunnen ook zien dat ik niet lieg. Ja, en dan wanneer de camera uitgaat, god. Mm-hmm. Ja. Ja, dat is het. Ja, waar? Zit er mee? Oh, koorts heb ik nooit, scheelt weer. En dat fijn. Maar ook niet altijd. Nou, dat het dan zo pijnlijk is. Ja, dat is ook stressvol. Sorry, ja. Kijk, dat is netjes 31, nog wat, hoeveel? 36. 36, ja, dat was misschien temperatuur. En het saturatie is 100. En degene was weer, denk ik, is al 1.5 en hartstikke netjes. Mooi. Dat zit er wel in, toch? Ja, dat zit er in. Oh, we gaan nog even checken, hoor, dat is zeker. Maar het ziet eruit dat het gewoon... Nou, dat is wel zo. Dat is bij de hij filmt in niet wel alleen maar. Ik weet het. Oh nee, hij ziet het ook. Ze kan meekijken. Nee, maar wist, maar ik denk, zeg, jawel, maar je wist eerst mensen aan Enzo gewend, weet je. En dan, als het iemand anders het doet, dan is het echt niet van, oh, wie is dat dan? Hallo, ik ben Jacqueline. Hij kon even op je voet drukken. Ja. Voor een ijzer. Ja, klopt inderdaad. Klopt inderdaad. Helemaal mooi. Wat is je geboortedatum? 7/8/1987. 7/8/1987. Heb je alles meer nieuwsjes gehad? Oh, je hebt zo vaak. Zo vaak. Ja? Okay. Zo vaak. Het is, heb je ook al een ijzerinfusie een keer gehad? Nog nooit. Nog nooit. Ijzerinfusie krijg je omdat je ijzer gehad hebt vandaag. Dat weet ik. Een half uurtje toebereid de medicatie. Daarna moet je nog een half uurtje ter controle krijgen. Dus het neemt ongeveer een uurtje in de slag. Daarna doen we nog één keer. Ja, dat is zo belangrijk. Check het. En ik aan die kant zitten. Dus mogen jullie allemaal... Yep, we gaan vijzen. Dat is helemaal prima. Dit is naar achter. En dan begreep ik, na het springen gingen jullie even plaats nemen. Ja, nee. Hij gaat niet flippen. Nee, maar net ging hij. Ja, maar dat komt dan omdat je hem net dichtbij had. Oh, bij de borstkast? Ja. Dan is hij getampt, want dan... En dan moet je dat klepje eventjes een beetje vouwen naar jezelf. Ja. Misschien zit het vloekje nog over. Vouwen van jezelf, kijk wel. Gaat hij nou? Ja. En dan blijft hij wel aan. Waarschijnlijk wel. Ja, nou wel. Gewoon positie. Waar doen ze meestal bij je? Bij je.
Ja, hier bedoel ik. Ja, precies. Dan is dat goed op. Mooi. Precies vanaf haar schouder, zeg maar. En dan is het gewoon... Eén keer erin steken is toch wel... Ik hoop het. Ik hoop dat ze me nou mooi kan vinden. Ja, dat weet ik. Precies, zo'n blokjes voor je. Ja. Dit was vroeger ook mijn hobby geweest. Filmen, zag ik ook toen. Nee, zit erin. Ken ik niet. Nee, zit er wat omheen dat het dan eigenlijk zo blijft zitten. Nee, klopt. Het zit al erin. Zo gek, hè? Nee, maar ik dacht eerst van, het moet geklikt worden. Ja, wel zie je. Nee, je kijkt programma's, maar echt, om het in het echt te zien. Daar kom ik er nooit voor. Zo, dat was het. Alweer even met de volgende, maar goed. Ja, het zit erin. Zoals jullie kunnen zien, het zit erin. Ja. Dat bruine zakje, dat is mijn ijzer en mijn vocht. Dus, en daar staat een beetje hier zitten. En ik heb een pakje thee. Ik krijg lekker brood, twee. Eentje met kaas en eentje met jam. En dan krijg ik nog een lekker appelsapje. Dus mooi. Ik heb niks te proeven, zeg maar. Lekker. Dus ik hoop dat ik een beetje opkom met dit. Ik hoop het. Ik heb mijn uitzicht. Ik heb mijn heel mooi uitzicht. Ja. Yes, heel goed. Of niet? Een beetje lucht hier. Ja. Yes, nu wel. De fluit gaat aan. Super aanwezig. Ja, top. Is smakelijk.
Zou je voor mij het een gordijntje dicht kunnen doen? Ja, zeker. Dank helemaal je. Rondom? Ja, doe maar. Lekker. Zeker. Lekker dat. Helemaal goed. Leuk een gezicht zo. Echt leuk, hè? Ach ja, lekker toch? Kun je wel mijn raam openhouden? Ja, dat wel, graag. Lekker. Dankjewel, meis. Kijk, want dan kan ik je gewoon lekker filmen, zeg maar. Ja, precies. Ik weet niet wat dit allemaal betekent, maar het heeft gewoon een betekenis, maar wat weet ik allemaal niet. Geen idee. Niet allemaal wat dat allemaal betekent. Maar het zit er wel. Dankjewel, meis. Ik ben een engel. Mag hoor. Ik heb hier een bakje thee. Ik heb hier appels. En lekker twee broodjes. Eentje met... Eentje met... kaas. En eentje met shim. Lekker, 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 lekker. En ik blijf gewoon mijn medicijnen krijgen. En dat. 30, dat is heel, 30, dat is heel snel. Kijk. Jeetje, wat gaat dit snel. Daar gaan we weer. Ja. Gezellig. Helemaal goed. Dat is fijn. Een half uurtje spoelen en dan... Top. Is hier klaar? Top. Zo, kijk eens aan. Kijk, het gaat
Nou, dan mag hij waarschijnlijk eruit. Wie zal het zeggen? Ik kan niet. Dus. Hi. Yep. Heeft hij ook al gespeeld? Ja. Ja, oké. Okay. De tweede controle was gedaan? De tweede bloeddruk? Ja. Ja. Kijk, een naaldje verwijderen. Top. Lekker naar huis. Lekker naar huis. Top. Ik weet niet of je al weekend hebt. Ja. Ja? Ik wel. Dan gaan we dat eruit halen. Ja, kijk, mooi. Helemaal top. Hoop ik. Aasje. Top, dankjewel. En dan gaat hij een karretje pakken. Ik hoor het. Ik hoor het gewoon. Kijk, nu en nu dus niet. Zie je? Ja, dat is het. Wat... Maar als je het zo doet... Ja, oké, maar dat is... Oh, de sluiting net. Ja, oké. Ik had bijna rust met je camera. Elke keer als ik dit deze... Daarom doe ik dit ook eigenlijk altijd zo. Huh? We kunnen zelf nog uitflippen. Ja, en daar komt Roan. Hé, hey, hoe toevallig. En hij is ook zo lief altijd, hè, voor anderen. Altijd. Ik heb nu twee mannen bij me en die altijd heel lief zijn en voor andere mensen. Wel waar. Wellust. Ja, en voor mij nooit. Ja, precies dat. We zijn dus nu net bij deze leuke winkel geweest. Bij de Lidl, bij de rood. Gele, blauwe supermarkt. Ja. Ja. En moest je kijken hoe mooi het er hier uitziet, jongens. Hoe mooi. Ik vind er eigenlijk helemaal geen reet aan, maar oké. Okay. Maakt niet uit. Kijk, maar die is wel weer leuk. Ja. Kijk eens daar. Hoe mooi. Kijk eens. Ja. Zo mooi. Jullie zien dit goed. Ik heb nog maar twee streepjes over. Ja, dat vind ik heel vervelend. En dit heb ik al op mijn teller staan. Yay, helemaal top. Dus ik ga even tanken. Kijk maar, ik ben hier. We zijn er weer. Appje openen. Pompje nummer 5. Ga verder. Bevestigen. En ik kan €40 in rekenen aan de pompenkant. Nou, gaan we. Jee. Ja. Dat zeg ik, daar gaan we. Nou, dat is alweer bijna €20. Ik denk dat ik gewoon €35 doe.
35 euro. Mooi, mooi shot. €35. Ziet er toch weer een beetje vol. Zit toch weer een beetje vol. En zo ben je nog steeds op pad met de twee heren. Ja. Gezellig. En met de twee heren op pad zijn. Hè? Michael? Ja. Mooi hoor. Dus ja, dat zeg ik. Nog steeds lekker op pad. Gezellig. Helemaal leuk. Dat is ook leuk. Ja. Hey. Toevallig. Maakt niet uit. Dus we gaan eens even kijken bij de Jum. En dan gaan we eens even kijken of wat daar is. Ik weet het niet. En als we bij de Jumbo zijn, dan gaan we ook naar de... Precies dat. Nou, hey, alles goed, jongen? Ja, lekker, lekker, lekker. Ja, ja, serieus? En voor 50 cent? Eentje. Ja, twee voor de euro. Tjoe. Mike, waar ben je? Mike. Ja, cent. Nee. Nog een chip. Fruitjes, lekker. Michael, waar ben je? 50 cent fruitjes. Hij heeft vlees hoor. Fruitjes 50 cent. Heb ik genoeg nu? Voor de kaas? Nee. Maar, ja, maar. Ja. En maar je kunt ook vlees voor 50 cent en euro. Gewoon twee. Ja? 3 voor 2. 3 voor 2? 3 voor 2. Oh, 4 zal zo zitten. Oké, kom maar. Kom hier. Nee, niet. Ja, kom hier, in de kar. Zeg, maar. Maar wat je zegt, dan gooien ze gewoon inderdaad zo'n volle game. Hè? Er staat geen tijd op dan. Zullen we dat ze nu op bak vullen om 3 uur of... 's ochtends en 's avonds. Jawel, maar staat er een tijdbestek op? Nee. Het is gewoon met je zegt, joh, om 5:30 dit is op. Ja, dat kan. Het is maar net wat, wat de mensen willen kopen. Je weet het nooit. Nou, nee hoor. Ik vind het lekker. Alleen dan wil ik het wel zelf zoeken. En bij de pier. Nee, Ro, even. Je mag het in de wintermaanden... check, luister. In de wintermaanden, dan spoelen ze zelf aan. En dan gaan ze tussen die rotsen zitten. En dan kun je het zelf pakken. En dat mag ook. Nog. Is het wel. Steeds. Ja, dat is een goede populatie. Ja. Nou. En dan heb je ook nog mossen in Zeeland. Ja, klopt. Klopt. Dan heb je die banken. Klopt, inderdaad. Correct hormoondood. Hey, kijk, hoe fijn. Ja, weet maar, ik. Klein. Ja, dat weet ik. Dat weet ik. I know. Weet het. Ik weet. Wat? Chef. Waar heb jij het over, chef? Ik heb jou nou niet snap. Chef. Nee, die hoeft het niet. Nee. Blee. Aan je mond. Ik heb eindelijk een vent en die weer lacht. Hey. Dat is leuk. Ja, we hebben wat lekkers mee. Oh. Nee, gewoon in... Ja, kan ook. Daar. Ja, daar moeten ze wat aan voor doen. Ja, oma. Anders wordt het weer te vol. Oma. Ik zie nou niks. Dankjewel. Zo, jee. Nou, eet smakelijk, dames. Wat is? Je bent het toch? Ja. Wat heb jij daar allemaal, schat? Vertel het eens aan de kijkertjes. Een pannetje met heet oor. Ja. Een lepel. Ja. In het pannetje zitten satéballetjes. Ah, nou, proef het eens. Ja, zo meteen. En wat heb je nog meer voor je? Ik heb hier een hand. Nee, even qua eten en drinken. Ik heb hier nog wat drinken, iets roders. Nou, dan moet je gaan proeven. Eet smakelijk. Ja. Cheers. Cheers.
En ik heb aardappeltjes met spruitjes, spek en Nou, iets smakelijker. Ja. Is het lekker? Lekker warm. Ja. Is het lekker? Mm-hmm. Ja. Ja. En goed en gemaakt? Denk het wel. Dus de sambal is lekker? Ik denk het wel. Ik heb er een beetje sambal erbij gedaan. Ik ben blij en dat je het lekker vindt. Ik heb een heel klein mespuntje erin gedaan. Een mes, met dat mespuntje dan? Nee, maar gewoon een mespuntje sambal. Nou, dat is goed. Dus het is te doen dus? Mm-hmm. Mooi zo. Nou, jongens, ik ga ook even eten, dames en heren. Jongens en meiden, en koekenperen. Ja. Daar lig ik dan. In bed. Heerlijk. Maar dat betekent dus wel dat ik deze vlog ga afsluiten. Dus vond jij dit dan weer een leuke vlog? Ik zou zeggen, abonneer even hier beneden. Doe het belletje even aan. Doe het duimpje even omhoog. En laat gelijk tevens een leuke reactie achter. En dan ga ik zeggen, dankjewel voor het kijken.